dat is een nieuw medium en dat gaat snel, hè. Dat gaat het niet snel en je zult wel zien, straks hier gaat veel volk zijn. Als ze dat beperkt kunnen houden qua zattigheid en gevaarlijke toestanden en zo, dan denk ik wel dat dat moet kunnen. Goed, maar er zou wel wat meer volk mogen zijn. Dus als dat volgend jaar er is, dan wordt dat misschien een grotere massaboost verstaan. Ik vind het wel mee, je net er niet zo'n huis over moet zijn, want het is hier toch rustig. Ja. Het is toch geen ernstige vechtpartij of weet ik wat allemaal. Dus, ja, moet mee. Ik ben nog maar net, maar ik vind het wel een leuk initiatief, alleen zoals het nu toch loopt. Gewoon iedereen is lekker gezellig met z'n allen gewoon hier samen, het zingt een beetje en iedereen babbelt wat, zoals het hoort. Het is sowieso wel goed dat er iets wordt gedaan waar veel jongeren, zeg maar, de kans hebben om elkaar te leren ontmoeten zonder dat het ineens superveel moet kosten. En daarom vind ik dat echt wel een goed initiatief. Tuurlijk, stel dat het uit de hand loopt, is het wel ineens de laatste keer, denk ik. Het is een heel groot theater op café nu. Met mensen, goedkoper. Als het vandaag goed meevalt, dan kom ik de volgende keer zeker naar Kost ook wel. Zolang we mogen. Dus ik hoop dat het niet om middernacht is, maar dat het wel langer mag. Niks, gewoon wat is dat, rum cola, vodka, wijn, iced tea, normale dingen. Rum, vodka, gin en dubbel sec en cola. Te weinig bier en bier wordt veel te snel warm, dus dat heeft zelfs geen zin om naar hier bier te brengen. Ik denk als je de avond niet meer kunt herinneren, dat dat wel goed is. Iedereen zich echt keigoed amuseert, dan is deze een succes. Als mensen naar huis gaan met het gevoel van ja, we hebben echt een goede avond gehad, dan is deze een succes. Wel leuk, hè? Een keer iets anders. En speciaal uit Lokeren gekomen, speciaal voor je te zijn. Vandaan dat is de moeite, het is plezant, maar tot de late uur zal het waarschijnlijk niet worden. Ik had mijn matras nog mee van Werchter. Dus ik zeg ja, waarom niet even opblazen met heel de groep? En daarom zijn we nu lichtjes aan het genieten van een broertje. Een avondje. We zijn ons nu aan het voorbereiden voor schilderij te maken. We willen dit vastleggen. Hopelijk wordt iedereen echt bezopen en wordt het nog gezelliger. Een beetje muziekje mis ik alleen, maar moeten we maar gaan zingen met z'n allen. Ja, dat is niet goed. Het is gewoon even relaxen, met vrienden genieten, wat babbelen en even drinken. Maar... Kom maar zuipen? Nee, dat is niet mooi.